Hoi, daar ben ik weer met een nieuwe video. Ik had een foto op Instagram geplaatst. Als je me nog niet volgt op Instagram, volg me dan even op Instagram. Lisa Kolster, yo, doen. Met daarin de vraag of jullie mij Truth or Dare opdrachten / vragen willen sturen. Want we gaan vandaag Truth or Dare doen. Ik deed dit vroeger altijd met vrienden en vriendinnen. En ik dacht, waarom doe ik dit niet gewoon met jullie? En kunnen jullie mij allemaal vragen en opdrachten opsturen? Zodat ik mezelf op internet belachelijk kan zetten. En dat hebben jullie allemaal gedaan, alleen zijn er eigenlijk bijna alleen maar dares binnengekomen. Wat ik natuurlijk helemaal begrijp, want dares zijn natuurlijk veel leuker dan truth. Want ja, ik bedoel, als je truth of dare speelt, dan wil je natuurlijk altijd dat iemand dare zei. Want als iemand truth zei, dan was het van boring. Dus zonder te veel gepraat, laten we de dares gaan doen die jullie hebben opgestuurd. En laat ik mezelf even flink voor schut zetten, omdat het gewoon kan. Want dit is het internet en dat mag. Dus... let's go. Ik pak even Instagram erbij. Daar wil ik even meteen ding op zeggen. Let niet op mijn mobiel. Want tijdens de Dutch YouTube Gathering is die gevallen. En toen hadden we een feest in de avond. En toen ging ik over 2 uur daarna weer vliegen naar Glasgow. Dus ik had geen tijd om mijn mobiel te maken. En ik heb nu nog steeds niet mijn mobiel gemaakt. Dus ik heb gewoon... schilderstepen omheen gedaan. Maak een hele lelijke foto van jezelf en stuur hem naar iemand thuis of in je kamer. Nou is er niemand in mijn kamer en de enige persoon die thuis is, is Mel. Dus ik stuur hem naar mijn moeder. Ik heb serieus erbij neergezet mijn foto en groetjes. Ze is aan het typen. Ben aan het werk. Ja, dat wist ik. Maak een handstand en drink hierbij een glas water met een rietje. Ja, ik ben echt super slecht in ratslag of een handstand of iets met gym. Dus dat gaat wat worden. Ik ga kijken of het kan. Zo niet, dan probeer ik iets anders wat misschien een beetje op een handstand lijkt om deze dare te gaan doen. Oké. Auw! Dit is ook geen handstand, but I don't care, anders gaat het niet werken. Maar we gaan nog 1 keer. Auw! Moet ik het doen? Nee, dit is mijn dare video. Het is niet jouw video. Nog 1 keer, nog 1 stapje. Ja, zo? Je wil het niet. Ik kom niet bij! Nou, dit wordt het niet hoor. Dit gaat het niet worden. Mijn benen schaapt langs de muur. Oh. Er zit allemaal water daar. Dat was hem. Doei. Zoek een Duitsstalig liedje op en de lyrics ervan en probeer mee te zingen. Ik kan het niet. Ik ben door pijn, Peter Pijn. Vrucht en minder kans, zicht met die fantasie. Dan zit ik lucht, ik de sterren is zo hem. En dat is mijn nummer 1. Wel lekker deuntje. Next one, loop in je bikini over straat. Alright, ik heb een bikini aan, dus laten we naar buiten gaan en mezelf vooral even lekker spontaan filmen hoe ik in bikini over straat loop. Voor de mensen die vragen waar deze bikini vandaan komt, deze is van de H&M collectie. Zo, ik loop dus lekker in bikini over straat alsof het 30 graden is hier. Kom op, iets. Oh my god. Oké. Mooi geweest. Bel een familielid of vriendin en zeg dat je YouTube kanaal is verwijderd. Ik ga mijn vader doen. Ja, ik ga mijn vader doen. Mijn vader is een soort van derde persoon binnen het team, zeg maar, van dit YouTube kanaal. Want hij doet alle administratie en helpt ons met dingen regelen en zo. Als hij weet dat ons YouTube kanaal is verwijderd, dan vindt hij niet zo leuk, denk ik. Hi, met mij. Er is een probleempje. Nou, ons YouTube kanaal is verwijderd. Wat? Ja. Oh ja, ik moet meespelen natuurlijk. Nou, je weet het al! Ja, ik zag die vraag. Oh, je hebt mijn Instagram gezien. Ja. Oh. Moet ik meespelen? Nee, je hoeft niet mee te spelen. Dit verpest alles. Nou, oké, dank u wel om even mee te spelen. Ja. Doei. Doei. Loser! Dat was heel stom. Ik was even vergeten dat papa over mijn social media kijkt. Sowieso dat papa net zag. Papa ziet alles. Oh. Zo, even een andere setting. Ik heb net de video opgenomen. Maar de laatste 2 opdrachten zijn echt super overbelicht. En daarbij ook nog eens de afsluiting van de video. Ik ga nu niet weer helemaal de setting neerzetten om dan alleen het einde op te nemen. Anyway, nogmaals. Dit was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. En I dare you guys om 3000 duimpjes omhoog te halen. Ik hoop dat het lukt, maar dit kunnen jullie vast. Vergeet me niet te volgen op social media, Instagram, Twitter en Facebook. Alle links staan hier beneden in de beschrijving. Of gewoon heel simpel, mijn naam Lisa Kolster. En dan zie ik jullie volgende week weer met een nieuwe video die niet overbelicht is. Sorry daarvoor. Doei!